Precies 404 jaar geleden werd Rembrandt van Rijn hier geboren in ons eigenste Leiden. En dat wordt gevierd met een stukje theater. Wat heeft Rembrandt voor Leiden betekend dat zijn verjaardag nog steeds zo herdacht en gevierd wordt? Nou, Rembrandt is natuurlijk ten eerste hier geboren in 1606. Maar niet alleen dat. Hij is hier opgegroeid. Hij heeft hier ontdekt dat hij schilder wilde worden. Want zijn ouders hadden waarschijnlijk eerst hele andere plannen. Maar nee, hij ontdekte dat hij schilder wilde worden. Eigenlijk liggen zijn roots tot zijn 26e jaar helemaal hier in Leiden. En dat is absoluut de moeite waard om dat te blijven gedenken en vieren? Dat is de moeite waard om dat te blijven gedenken. Sterker nog, het moet veel uitgebreider eigenlijk. En toen kwam het idee van theater op straat in de open lucht. Die iets vertellen over het leven van Rembrandt. Die daar een commentaar op geven. Wij schilderen zelf. En met name gebruik van licht en donker in de schilderij van Rembrandt vind ik heel erg aantrekkelijk. En ik vind het wel leuk om op deze bijzondere manier iets meer te weten te komen over het leven van Rembrandt. Wat is jouw favoriete werk van Rembrandt? Ja, de anatomische les. Ja, dat vind ik gewoon mooi, omdat je ziet hoe ze bezig zijn met zo'n lichaam. Dat vind ik mooi, heel mooi geschilderd, ook weer met de kleuren. Een man met een enorme gave. En verder, het leven van Rembrandt is voor mij volstrekt duister. Vanavond weer iets helderder geworden. Rembrandt, ja, een heel bekende schilder. Een goede schilder, mooi schilder. Mooi licht, mooie portretten. Ja, genieten. Ik vind het mooi, Rembrandt. Ik vind vooral zijn zelfportretten vind ik erg mooi. I love Leiden. I love Leiden.